Je me rappelle aussi la réunion il y a quelques semaines chez le président à la maison. Je connais notre président qui, dans un monde de football où les sentiments sont parfois très loin, quand il a demandé à Sven, est-ce que tu veux revenir à Anderlecht ? Et il a dit directement, si je peux revenir à Anderlecht, je reviens à Anderlecht. Ik woon hier, mijn familie is van hier, ik heb hier bij de jeugd gespeeld. Ik heb heel de jeugdopleiding doorlopen en ik heb hier fantastische momenten gehad, dus het is zeker een beetje nostalgie. Daarnaast is het een fantastische club. Met een groot palmarès, speel de Champions League volgend jaar. Ik heb hier fantastische momenten gehad bij de jeugd. En dan is het inderdaad een jongensdroom om ooit eens bij de eerste ploeg te spelen. Hè. En ik wil prijzen pakken, dat is nog altijd het belangrijkste in voetbal. Maar ik wil ook wel prijzen pakken met mooi en attractief voetbal te spelen. Dus ik wil wel wat tonen. Ik ben inderdaad 29 jaar, dus ik heb wel wat ervaring, zowel binnen als in het buitenland. Dus hopelijk kan ik dat een beetje meegeven aan die jongere gasten. Ik ben blij om terug te zijn. Ik kijk er naar uit om op het veld te staan en mij te tonen. En samen met de supporters en de spelers prijzen te nemen.